gefeliciteerd met je eerste finale overwinning op het NK Outcross. Dankjewel. Echt dankjewel. Het is perfect zo. Mooie eerste keer. Ik heb er niet echt meer woorden voor eigenlijk. Hoe is je dag gegaan? Twee manches gewonnen. Eén manche achtste. Beetje balen van die ene manche, maar ja, hoort erbij. Wat denk je dan? Dan gaat mijn eerste rij? Nee, eigenlijk niet. Ik weet, een beetje opgelet wat de concurrentie deed. Hoe moet ik het zeggen? Ja, blij met de tweede plek eigenlijk op de eerste rij. Gaan we voor de eerste keer van start? Dan zie je Timo nog aan de zijkant voorbij komen? Even prikken? Ja, een bocht ingaan, Timo gezien. En ik dacht, het gaat het niet worden. Gas erop. En het ging mooi. Eerst de eerste bocht uit. En toen helaas in de vierde bocht, denk ik, code rood. Dus opnieuw beginnen. Beginnen de zenuwen? Ja, dan krijg je het warm. Iedereen om je heen. Is eigenlijk niks aan de hand. Word je zenuwachtig van de rest. Maar ja, dat maakt niet uit. Hoort erbij. Dan wordt er achter jou een enorm gevecht. Heb je dat door op dat moment? Nee, je hebt echt geen flauw idee. Je hebt geen idee wat er gebeurt. Gewoon gas erop. Je hoort wel auto's, maar je denkt van laat ze maar komen. Ik reageer er wel op als ze er zijn. Dan win je. Het seizoen is niet over, maar superklasse komt er dan nu wel dichtbij, denk ik. Nee, zeker niet. Ik ben nog niet oud genoeg. Dat gaat nog even duren.